Eerlijkheid zal ik zeggen van wauw, na 5 jaar schip, maar eerlijk gezegd in de begrafeniscultuursector hebben we nog nooit zo'n ontvangstcomité mogen meemaken. Dus echt wel chapeau. En dan moet jullie effectief nog het woord nemen, is niet evident. Dat is wat. Beste aanwezigen, beste leden van Genaas in het bijzonder en ook aanname ook om onze voormalige burgemeester in ons midden te zien, dat je het ook goed ook is. Daniel, goedenavond. Het doet mij absoluut veel plezier om hier nog eens een tentoonstelling te mogen openen. Het gaat hem vandaag hier in het Stam over Leteberg. Ja, dat klopt. We hebben de zogenaamde prachtige luchtfoto voor gans Gent opnieuw vernieuwd een paar jaar geleden. En elke vierkante kilometer of elke blok die erop staat is een vierkante kilometer. En die gaan we ook gaan inzoomen van de geschiedenis, het erfgoedmatige. Wat zijn de verhalen lokaal onder het noemer de vierkante kilometer? En nu is Leteberg aan de pas. Vorige keer was het Rabot. En daar gaan we inderdaad op zoek naar erfgoedmatige, maar vooral ook de storytelling van mensen die al die jaren daar geleefd hebben. Wat valt er te vertellen? Wat herinneren ze zich nog? Hoe was het in hun tijd? Wat zijn verhalen die niet meer te vinden zijn in boeken en dergelijke meer? En op die manier brengen we niet alleen effectief zichtbare zaken terug naar boven, maar ook verhalen die al lang vergeten waren. En dat is natuurlijk wel leuk dat ook een deelgemeente op die manier wordt uitgezoomd. Een deelgemeente met zoveel nationaliteit, met zoveel rijke geschiedenis. En dat al die facetten ook naar voren komen. Ik zag u daar juist kijken naar de expo, dat je zei, oei, een kiosk op Leteberg. Absoluut, ik heb hier zelf als geboren en getogen Gentenaar al een aantal dingen bijgeleerd. Enerzijds een kiosk die daar ooit stond, was nog tot 77, dus ik was 2 jaar als die verdwenen was. Dus inderdaad, wauw, net zoals je naar Oostakker zou gaan, naar Zwijnaard denk je onmiddellijk aan een kiosk. Dat was er ook eentje in Zwijnaard, en toch ergens verdwenen. Gelukkig dat het toch nog naar boven is gekomen. Tegelijkertijd, ik wist ook niet dat Wilferdi ook zijn geschiedenis had met Leteberg. En iets dat ik wel wist, maar al vergeten was, Abel, onze oliebol, ook Leteberg. Dus zo zie je, zelf herinner ik een aantal zaken die ik vergeten was, en tegelijkertijd leer ik een aantal zaken bij. En dat is natuurlijk de kracht van een dergelijke expo. Met dergelijke multiculturele mensen die er allemaal zijn. Het hangt eigenlijk wel heel goed bij elkaar door kunst en muziek. Ja, dat is ook zo. Want als je ziet, met zoveel nationaliteiten, met zoveel diversiteit in de straat, mensen komen op die manier samen, die gaan ook hun gedeelde verhalen gaan vertellen, gaan delen. Hoe was dat? Zeker met migratiegolven richting Leteberg. En dat is het juist uniek aan dat gebeuren. Want mensen leren elkaar zelf nog beter kennen, samenwerken. En dat is ook met dank aan cultuur en kunst en dergelijke projecten, dat mensen ook in de straat, in de omgeving, elkaar letterlijk gaan kennen en ook weten wat is elkaars historiek, om elkaar ook een beetje te begrijpen.